Dit is een heerlijke abrikozentaart met een vleugje pistache. Daarvoor maak je eerst het shortbread deeg en op kookse.tv kun je zien hoe je dat doet. Dat laat je dan een nacht rusten en dan rol je hem uit op een met bloem bestoven oppervlakte tot ongeveer een dikte van 4 à 5 mm. Dan rol je hem over de deegroller heen en dan vet je een taartvorm in en daar rol je hem dan over uit. Als je hem niet helemaal passend hebt, geen nood, het overtollige deeg kun je in de overige open stukken drukken. Met de vlakke kant van een mes haal je het bovenkant netjes eraf, zodat je een rechte bovenkant krijgt en dan maak je verder de vulling. Dan verklop je boterromen, gaat amandelpoeder bij, suiker, klop je verder, gaat er bloem bij en dan een ei. Je wacht tot dat helemaal is opgenomen, dan gaat het volgende ei erbij. En zo voeg je in totaal 3 eieren toe. Dan heb je een bleek mengsel, dan gaat dan de pistache pasta bij. Dit kun je kopen of zelf maken en op kookse.tv kun je wederom zien hoe je pistache pasta moet maken. Ruim de helft stort je dan in de taartvorm en dat smeer je dan uit. En vervolgens laat je abrikozen even uitlekken. En met de gesneden kant naar boven leg je ze dan dakpansgewijs in de taartvorm, die druk je er dicht in. Het overige mengsel gaat er overheen. En deze taart bak je dan op 170 graden gedurende 35 minuten af. Kijk of de vulling dan helemaal gaar is en anders schuif je hem nog eventjes terug. En dan heb je een mooie, goudbruine, heerlijke taart.